Ja, het gaat dus eigenlijk niet om kerstmis, hè, Ton. Het gaat meer over de gezelligheid in huis en die kunnen ze eigenlijk de hele winter lang hebben, hè? Ja, ja, die mensen hebben begrepen. Vroeger was het eigenlijk heel knus en heel gezellig tegen de kerst. En allemaal zoeken melkjes met geen speculaas en zo. En de mensen zitten allemaal om het vuur her. En nu inderdaad, dus je ziet steeds meer terugkomen dat families weer dunder bijeenkopen. En gezellige stukjes op het tafel, overal het kerstje weer aan. Helemaal te gek. Heb ze dat zelf ook al geregeld? Heb ze al gedaan geschaft voor de gezelligheid? Nou, ik heb tegen Annie gezegd van, Anne, maak stoer het of doe ik het. Nou, ze dan, de eer is in dicht. Dus ik ben er een boet getrokken en doe steeds ervan te kijken hoe ik met terug ben gekomen. Nou, ik ga kijken. Oh, dat is lekker fris boete. Ik ga niet fijn eens naar binnen toe bij het tuincentrum. Ik ga eens kijken of je het ideeën kan opdoen dat je het warmte in huis kan halen. Zo, ik heb al de attribuutjes bijeengezocht. Veel mensen willen geer zelf gaat maken. Ik ken er eigenlijk helemaal niks van. Dus ik ga eens kijken of je een idee misschien vind je. Daar heb ik hier met kunnen helpen, want anders werd het niks. Goedendag dames, ik heb een probleempje. Ik heb het spullen gekocht. Ik wil eigenlijk voor Annie een krens hebben. Van de deur hangen, zult je met dat kunnen maken? Want ik heb er de ballen verstaan van, hoor. Oh, wat heb je ervan van ding liggen? Ja, ik wou net eigenlijk een sjaal op het maken van binnen. Voor op de tafel. Oh, beetje nee, in de herfstsfeer. Maar kun je dan ook een sjaal van mij maken? Ja, zeker. Oh, ik heb hier nog het krijg bij me. Dan lig ik zich dat erbij. Kijk eens wat de materialen ik allemaal met heb gebracht. Nou, leg maar neer. Gaan we aan de slag. Misschien als basis gewoon gaat hout stronken. Dat natuurlijk, dat is heel erg in dit jaar. Dus dat, ja, dat haalt lekker rustig. Ik ga even hier op de hoek staan. Dan zie ik het gaat beter, want... Zal ik dat ook leren? Ja, joh. Of is dat moeilijk om dat te maken? Nee, zo? Een kind kan de was doen, dat is heel makkelijk. Oh, dat zit ze gewoon los erop? Ja, allemaal los erop. Oh, dat werd er vastgebonden aan deze kant. Hè. Oh, dat was wel mooi. Ik moest ze er niet te veel bij nadenken. Gewoon... Dat was eigenlijk gewoon, zeg maar... Een beetje met spelen. Iedereen zijn eigen idee, kind ze eigenlijk... Dus wat ze zelf mooi vindt, kunnen ze maken. Zo. Ja, dit kan ze ook weer in andere kleuren doen natuurlijk. En nu voor de herfst is het natuurlijk heel leuk om nog het pompoenetjes tussen te liggen. Dus eigenlijk kunnen ze gewoon die fantasie de vrije gang laten. Ja. Een beetje herfstkleurtjes, een beetje... Gewoon een beetje speels ertussen liggen. En dan is ze eigenlijk op een heel eenvoudige manier, is ze nu gaat heel leuk staan op de tafel voor de herfst. Voor heel weinig geld, ja. Voor weinig geld, want ja. Dat basisplateautje is gewoon een heel leuk basisding. En stil, nou, over een paar weken, ik wil er de kers in brengen. Nou, ja, precies. Door heel eenvoudig misschien de pompoenetjes eruit te halen. Huh? Die kent ook wel, wie zo gaat, mocht er best in. Wie die dadeltakken, dat is heel erg in. Het natuurlijke, dat houdt het in. Maar dan vervangt ze bijvoorbeeld het vogelje bijvoorbeeld door een kersbuimpje. En ik heb hier bijvoorbeeld nog het... kerstballen die ze ertussen kunt liggen. En dan krijg ze direct al een heel leuk kerstsfeertje erin. Op een heel eenvoudige manier. Dus je hoeft eigenlijk niet steeds opnieuw een plateau opnieuw helemaal nu aan te schaffen. Dan kunt ze door hele kleine wijzigingen kunt ze er heel leuk de kerst in brengen. En eigenlijk nog de kerst, als ze door de kerstballen weer uithoort, kunt ze daar ook weer joh, rond andere dingen tussen. Ja, en eigenlijk kunnen die iedereen, zelfs Olaf denk ik nog. Ja, joh. Nou, ik zie, daar zijn ze van alles aan het doen met de krant. Ze werd zelfs geplekken van alles. Wat zijn ze eigenlijk toch precies aan het doen? Ja, Lotte is met ook weer natuurlijke materialen gewoon op een heel eenvoudige manier met een lijmpistool een krans aan het maken. Wat ook nu voor de herfst heel erg leuk is en heel lang houdt. Die pompoenetjes die haaien zich heel lang. En ja, heel fris en heel leuk voor aan de vuurdeur. Dus die pompoenetjes zijn echt? Dat zijn echte pompoenetjes. Oh! Ja, en die kent ze gewoon met een lijmpistool. Of met draad, had hij dan als basis gewoon het mos en een tak met een lijmpistool vastgemaakt. En dan plakt ze dat allemaal erop. Dit is Tillandsia, dat is echte Tillandsia. Dat is een soort exotisch plantje. Is ook heel leuk om ertussen te plakken. Dat geeft, geeft weer een heel leuk speels effect. Dus dan kan je even goed heel lang aan de boetedeur blijven hangen? Dat kan heel lang blijven hangen. Er gebeurt eigenlijk weinig met. En eigenlijk hetzelfde vooral stil. Hoe zou ze dat willen verhangen in de kers? En zo is natuurlijk die pompoenetjes heel eenvoudig weer kunnen vervangen. Dat kunnen ze zo draaf trekken met kersballetjes of iets anders. Of leuke verlichting erin, kersverlichting erin. Dat is toch niet te geloven, zeg. Pompoenen van 1140 kilo en pompoenen van 10 gram. Ja, kunnen ze er alle kanten in. Dat is toch niet te geloven. Zullen mensen dat ook toes kunnen maken, dit? Heel makkelijk, heel makkelijk. Het zijn gewoon hele makkelijke basisdingen. Een krans, een stronk.
als een lijmpistool al toe is, dan kan ze al heel veel. Ja, dus eigenlijk hetzelfde als mijn theeshow, zeg maar, ik kan de oogvrije mijn fantasie even laten lopen. Ja. Ik plek het erop of ik ben het vast. Of... Ja, ja. Nou, nu film ik toch wel in. Zal ik dat niet gewoon in de bos kunnen gaan plukken? Dan heb ik het toch wel goede koper. Nee, dat zou ik nu niet doen. Dan moet je met uitkijken, want het zijn toch allemaal eigenlijk beschermde producten, wie de mossen en dergelijke. Dan krijg je dingen in de boze boswachter. Dus ik rooi dich aan om het hier te komen halen. Dat is altijd beter. Ja, ja, het was te proberen. Hè. Ja, goed. Ik denk dat Annie dat wel mooi vindt, zo aan de vuurdeur, zeg. Dat is toch iets heel moois. En dat allemaal binnen een minuut of tien, zeg. Twee ja, stukken tegelijk, klaar. Ik zou zeggen, moet het hangen mooi terugkomen als ik weer gedangen speel. Maar zeker, kom gerust terug, dan frissen we de boel gewoon weer helemaal op, wie ze het zelf wil. Ik zou zeggen bedankt en ik zou zeggen, doe de volgende morgen, dan gaan we weer eens kijken wat die leuke dames voor ons gaan maken. Graag gedaan.